Scrub Airlines is dat product te leveren en zijn nog alleen geen spelen van hart gelopen aan boord van deze vlucht 911. Wij zijn vandaag jullie begeleiders op deze vlucht naar de Canarische eilanden. Hopelijk hebben jullie een zwemgerief en een zonnecrème bij, want het zal warm zijn. De verwachte vluchtuur bedraagt exact 3 uur, 10 minuten en 50 seconden. Uw handbagage moet opgeborgen te zijn in de bagagebakken boven uw hoofd of onder de stoel voor u, zodat het zwembad en de uitzeggen niet worden geblokkeerd. Zit u echter op rij 1, 13 of 15, dan dient u al uw bagage in de bagagebakken boven uw hoofd te plaatsen. Gebruik van elektronische apparatuur, welke een signaal ontvangt of ontvangt, zoals bijvoorbeeld uw mobiele telefoon, is in het geheel niet toegestaan. Mobiele telefoons dienen vanaf nu uitgeschakeld te worden, inclusief de flight mode. Wij laten nu zien hoe de soepring wordt gesloten, aangetrokken en geopend. Het werkt eigenlijk net zoals alle andere soepringen. En als je niet begrijpt hoe het werkt, dan hoor je eigenlijk niet in het openbaar te zijn zonder begeleiding. Gedurende deze vlucht kunnen we wel zien de druk. Op het moment dat de druk in de cabine plotseling verdwijnt, zullen zuurstofmaskers uit het plafond vallen. Stop op het schreeuwen. Pak een masker en zet hem op je gezicht. Reis je met een kind, zet dan eerst jouw eigen masker op en daarna bij het kind. Reis je met twee kinderen, bepaal dan van tevoren van welk kind je meer houdt. In dit vliegtuig bevinden zich geen zwemmessen, maar eerlijk gezegd heb je dat ook niet nodig wanneer je iets instort. Dit vliegtuig heeft 6 nooduitgangen. Dit zijn 2 deuren voor in de cabine, 2 luiken boven de vleugels en 2 deuren achter in de cabine. Alle uitgangen kunt u ook herkennen aan de bordjes exit. Bij de deuren dient tevens een geluidssignaal. U vindt de kaart met uitgebreide veiligheidsinstructies onder uw stoel. Wij verzoeken u deze kaart voor de start zorgvuldig te bestuderen en nogmaals te kijken waaruit er voor u dichtstbijzijnde uitgang zit te dienen. Ten slotte, neem al je eigendommen mee op het moment dat je het vliegtuig verlaat. Als je wel iets achterlaat in het vliegtuig, zorg er nog alsjeblieft voor dat het iets is dat wij graag willen. De persoon die als laatste het vliegtuig verlaat, moet het schoonmaken. Dames en heren, we danken u voor uw aandacht en namens de hele bemanning wensen wij jullie een prettige vlucht. Make sure you have fastened your seatbelts. We wish you a safe flight. Cabin crew, arm slides. Arm slides, check. Cabin crew, take your seats. Thank you.
Hulk. Ja. Hi, Hulk. Laat ons iets anders doen. Oh, ik weet er eentje. Hallo, this is your captain speaking. Er is absoluut geen reden tot paniek. Nu nog niet. Nu denkt ze, waarom is er absoluut geen reden tot paniek? Staan de vleugels voor de brand? De vleugels staan niet in brand. Nu denkt ze, waarom zegt hij dat? En hoe reageren ze? Ze beginnen al ongerust te worden. Oh, kijk, er gaat er eentje naar de wc. Is hij erop? Bijna. Bijna. Nu! 3, 2, 1. Keer als ze niet terug naar de stoelen en doe een veiligheidsriem om. Ja, daar komt hem. Zijn broek al opgetrokken. Oh, ik zal nu de bezorgde steward lopen. Zijn ze de veiligheidsmaatregelen? Ja, die veiligheidsmaatregelen. Luister, AUB, zeer goed. We willen even herinneren aan onze veiligheidsmaatregelen. In geval van nood is het zeer belangrijk om. Als de waarschuwingstoon klinkt. Nu heb ik op mijn kloten. Fantastisch, echt fantastisch. U vindt uw veiligheidsvest onder uw stoel. Laat ze maar wat zoeken. Vergissing, u vindt uw veiligheidsvest boven uw hoofd, maar maak uw veiligheidsring niet los. Dat was super, je zou ze eens moeten zien. Oh, wacht. Ik heb er eentje. De zuurstofmaskers zijn nu klaar om beneden te vallen. Gelieve uw veiligheidsring los te maken en de noodknop op de achterkant van de stoel achter je in te drukken. Ze zijn onder de stoel aan het gehapen. Gelieve de noodsituatieknop in de wc te zoeken en deze in te drukken. Maar maak uw veiligheidsring niet los. Nu keer ze allemaal terug naar uw stoel. Doe uw veiligheidsriem op. Lieve uw veiligheidsriem, maar verlaat uw stoel niet. Panikeer niet. De thee wordt dadelijk geserveerd. Doe uw veiligheidsvesten op. Doof alle sigaretten. Doe alle bagage in de bagagerekken boven uw hoofd uit de bagagerekken en plaats ze aan de bagagerekken aan de andere kant van het vliegtuig. Behalve de handbagage. Waar je ook moet gaan zitten. Wow, wacht even. Wat? Ze hebben allemaal in hun broek gedaan. Waarom mag je schuiters? Ik zou er niet van verbaasd zijn dat die geen problemen van zouden komen. Ik heb er een hand aan een pauze. Jij neemt die reden van mij op. Check. Zeg, zou ik hier nu nog even mogen blijven? Ik vind dat hier zo cool met al die knopjes. Ja, is goed. Maar niet aan de knopjes komen, hè. Check. Ah! Wie is er? Daar! Snap je het nu? Dit is zo smerig en die stank. Ik kan het niet op aan zo'n grote leggen. Zien die daar? Ja, dat is hem. Al gelukkig dat je daar niet moet opkruisen. Wacht, wat bedoel je? Ik ga dat ook niet opkruisen, hè? Ik heb binnenkort een fotoshoot met jou en mijn haar was nog niet fel worden. Ik ben de baas! Jij gaat dat nu opkruisen en ik heb recht op een pauze! Ah, zo. Gaat het een beetje?
Wow. Zeg, we kennen elkaar nu al een tijdje en ik zat te denken... Jij te denken? Ja, ik zat te denken. Te denken? Jij? Yeah. Wow. Ja, te denken. Jij. Ik? Ja, jij. En ik? Ik en jij. Ja, dus jij en ik. Ja, wat ik en jij? En? Wat zeg je? Ik zeg dat ik een piloot ben en jij maar een stewardess. Dus dat jij mij moet aanspreken met u. En? Ik weet niet. Verdien jij wel goed? Ik weet het van niet. En? Douwe, dat is ineens wel heel serieus, hè? Ik bedoel, dan kijken de vrouwen niet meer naar mij. En dat is wel spijtig, hè? Ja, wat gaat het nu worden van ik niet bij? Ja, waarom niet? Echt? Super! Help! Help! Oh, help! 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 SOS! SOS! Help! SOS! 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 Oh, oh. Rustig, 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 rustig. Wat is er aan de hand? Wij storten neer. Wij storten dus neer. Allee, kom aan, we hebben geen tijd meer. Rustig, rustig. Adem in. En adem uit. Doe kalm aan, Peter. Zorg dat probleem is. Wat is er aan de hand? Wel, Peter heeft een knopje ingedrukt. Toen deed het vliegtuig daar. Maar ik bedenk wel dat je dat niet is. Ja, 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 ja. En wie bestuurt het vliegtuig? Het vliegtuig. Chip, 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 chip! Chip? Ja, misschien moet je... Nu niet! Ja, maar misschien... Misschien moet je met het vliegtuig komen. Ja. Dat weet ik al heel de tijd te vertellen. Wat is hier aan de hand? Iedereen pakt jullie waardevol als spullen, want dat stort er neer! Wat? Nee, oh nee!
Is dat hier voor een poppenkast? Dan ben ik blij dat dit geen echte vlucht is. Hè? Ik zal mijn examenlijstje eens af. Samenwerken. 0. Klantvriendelijkheid. 0. Focus. 0. Drama op het vliegtuig. 10. Yes. Dat is niet goed wat er bestaat. Hygiëne. 0. De regels volgen. 0. Genoeg ervaring om het vliegtuig mee te draaien. 0. En zo kan ik verder gaan, hè. 0. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt in mail. Jullie zijn allemaal gebaasd. Jullie mogen niet starten als bemanningscrew van een echte vlucht. Huh? Wat? Ik ben hier weg, want ik moet nog het volgende examen beoordelen. En ik hoop dat die weet het. Dag! Wat was dat? Het is ook een schuld, hè? Kom ik niet binnen. Ik ook niet. Ik snap het niet. Ik voel me nu wat erg klein. Ben ik hier al in de juiste plaats? Was het dan zo verschrikkelijk? Ik heb het geweldig gedaan. Ik was niet te hysterisch en zeer beheerst. En ik dan? Ik was kei professioneel en super klantvriendelijk. En ik deed toch alles volgens de regels? Zo slecht was ik er niet voor ding, op zijn minst een 6. Ik kan er toch niet aan doen dat als ik een koffiepauze neem, dat dan alles in het 100 loopt. Alles was toch niet eens netjes, zelfs de wc's. Ik heb niks gedaan. Ik ook niet. Ik zeker niet. Ik ben niet de schuldige. Welke vlucht is dit eigenlijk? Echt wat, jij hebt allemaal buurt. Jij hebt Stop! Wat zijn jullie in godsnaam mee bezig? Je bent toch een groep? We zijn hier aan een groep mee begonnen, dus je gaat ook niet weten, vingertjewijs, wie wat heeft gedaan. Misschien moeten we iets anders doen. We zijn toch beter dan dat, dan dit. Misschien is vliegen gewoon niet de juiste job voor ons. Moeten we iets anders doen? Ga je ervoor? Ja. Ik wil altijd al een trapezeartiest worden. Vliegen! Maar dan niet met een vliegtuig. Hoe cool lijkt dat? Ja, en ik wou graag koekjes bakken en brengen aan de oude mensen in het bos. Ik wil dierenbezorgd worden. En dan gespecialiseerd in beren. Ook wil ik mijn hobby terug oppikken. Oogschieten van maslangen brengen. En ik wil een mannelijke kledinglijn ontwerpen. En mijn paardrijden terug professionaliseren. Ik heb zoveel dromen. Maar het liefst zou ik mijn feestdiensten met alle mensen wel delen. Ja! Ja, speciaal zou ik zeggen. En ik? Ik wil een schoonmaakbedrijf gaan opstarten. Dat het een beetje properer is dan dit veldpot. Kom maar, gaan we ervoor? Ja! Look at me.
aanwezig te zijn. We zijn heel hard geleefd naar dit moment. En met corona was dat niet altijd even eenvoudig. Qua planning gewijs, dus mijn excuses daarvoor dat het ja, soms is veranderd. Ik ga gewoon nog vandaag het applaus voor hen vragen, want ze hebben de tekst van Mamma Mia zelf geschreven en ook heel veel scènes van het script zelf geschreven. En ze waren altijd met heel veel energie en enthousiasme in de les. Dus nog een daverend applaus voor deze acteurs.